Het is dinsdag 20 september in Halifax, Nova Scotia, Canada. En ik zal me hier de komende week, de komende 10 dagen voorbereiden op de US Open. De US Open die over die eind deze maand in Philadelphia gehouden wordt. Ik ben nu in Halifax omdat mijn oud coach Neil Harvey hier woont. En ja, zoals jullie zien is het hier bizar mooi. Het is een van de grootste natuurlijke havens ter wereld. Misschien wel de grootste. Zoals jullie zien een groot cruise ship wat daar ligt. En ja, verder zijn er heel veel goede restaurants en leuke tentjes, barretjes, kroegjes waar ik natuurlijk absoluut niet heen ga. Maar ik train ongeveer 1 à 2 keer per dag. Ook weer niet te zwaar, want ik wil straks helemaal fit en scherp aan de US Open beginnen. Dus ik laat over een paar dagen nog wat van me horen met wat boeiende toeristische informatie. Oké, jongens, dit was het weer. Doei.